vragen of naar voren wil komen. Onze eigen sopraan van Marken, Diepke Voetjes en haar man René Martijn de Tenor. Zijn we samen vader. Zij gaan samen Paris van Celicus zingen onder begeleiding van Leo van Boegestel, onze vaste begeleider. Dat was je me net voor, want dat had ik willen zeggen. Maar op Kerkwoord 16 hoor je elke woensdagavond het mannenkoor. En het is ontzettend fijn thuiskomen uit de drukke stad om dan die mooie klanken te horen. En verleden jaar werden wij gevraagd om het mannenkoor wat stemvorming te geven. Dat was natuurlijk ook helemaal leuk. En nog leuker werd het toen we mee mochten doen aan het najaarsconcert. Daar hebben we ook dit Panis Angelicus van César Franck gezongen. Het is eigenlijk een lied voor één persoon. Maar Luciano Pavarotti die zong het altijd met zijn vader als duet. Dus dat willen wij voor jou nog een keer herhalen. Dan wil ik nu het woord geven
aan dominee Rieks Hogekamp. In de herfst kwamen de markers naar Zuiderwoude voor een kerkdienst en voor een concert daarna. En dat heette altijd Songs of the Sea and the Soul. Maar ook weet ik niet waarom prachtig. Dat was voor ons in Zuiderwoude, bij ons zijn ze niet zo kerks, altijd een voorbak, want de markers brachten zelf ook aanhang mee. En ook de opkomst uit het eigen dorp was boven gemiddeld. Naar mijn indruk vooral van de vrouwen uit het dorp. Er was zelfs een vrouwelijke jager en die had het over de jaarlijkse stierenbeuring. En Klaas Zeeman de voorzitter. Waarom de voorzitter mee kwam, begreep ik eigenlijk niet, maar dat was misschien om Jan een beetje te begeleiden en in toon te houden. En het was bovendien gezellig, en dat was ook zo. Jan had altijd een enorme map bij zich, vol met stichtelijk materiaal. En de voorzitter leefde daar gratis theologisch commentaar bij. Jan leidde met vaste hand naar de grazige wateren van vooral Nederland, want daar was ik niet zo in thuis. En ook vele anderen, bij verder onbekende Engelse componisten en tekstschrijvers. Die teksten had ik misschien wel niet altijd zo direct uitgekozen, maar Jan sprak zo vertrouwenwekkend boven zijn snor uit dat ik dacht, ik moet wel toehouden. Elk jaar voltrok zich dat vaste ritueel. Eén ding was altijd een beetje moeilijk. Ik wilde altijd zo graag dat de gemeente in Zuiderwoude, dat was toch al een beetje een zorgenkind, met die markermannenkoren meerstemmig meezong. Dat was niet. En waarom dan niet? Ja, er was iets met een halve toon hoger of lager. Waar wist ik niet, maar komt. Ik dacht, nou die man die kan muzikaal bijna alles. Waarom kan hij die luik in halve toon hoger lager kunnen zingen? Nee, maar dat komt. En dat ging dus niet door. Maar verder was hij tot alles bereid. Er werd solo gezongen, er werden melodieën en liedjes gezongen die misschien op marker dan niet zo in waren. Er werden wonderlijke teksten gezongen over liefde voor waterland en het allemaal, het kon allemaal. Dan kwam de dag zelf, de markers kwamen. De ene helft kwam door de dorpsstraat en de andere helft op voor mij onbegrijpelijke regen van de kant van Monnikendam. Die waren toen al het spoor wijzig. Enorm. Wij hadden een apart beukenpiket, waar we op kerk woonden, en die ruimden dan het kerkerf weer op als die mannen weg waren. Maar goed, daar vonden we niet op, want je had ook wat. Het golfde en het borrelde in de kerk. Een vloed van stemmen kwam op en daalde weer, en wij zaten met een brok in de keel. Ja, sterke mannen in Zuiderwoude, die daar anders totaal geen last van hadden, hadden vochtige ogen. Jan leidde de zaak met schijn en aandacht. Hij was thuis, in het repertoire en in de kerk.
Hij vertelt er thuis wel eens over hoe dat zat. En dat huis dat ligt in een geheime hoek van Marken dat de Japanners nog niet ontdekt hebben. En laat dat vooral zo blijven. En dan vertelde hij dat hij mooi vond en niet. Maar meer ook. Wat die mannen voor hem betekenden. En zeker nu zijn vrouw er niet meer was. Want dat moet iedereen wel weten. Het gaat helemaal niet om dat zingen bij dat mannenkoor. Het gaat om totaal andere dingen. Het gaat om een soort vriendschap. Het gaat om een soort mannenemotie. Het gaat om een soort vrijplaats op zondagmorgen, waar ook de vrouwen zeer blij mee zijn. En Jan was de vader en de moeder, de herder van Psalm 23, die zijn kudde door de diepe dalen leidde naar de prachtige wateren van het zingen. Zo mag ik het toch wel zeggen. Het allermooiste vond ik de eerste psalm in Zuiderwoude. Dat was wel een beetje praten, maar het ging altijd door. En dat was op hele nood. Het was ongeveer 9:15 als we het eerste couplet uitkwamen. En we geloofden een lange zin voor. Dat betekent. God houdt van hele nood, want anders zouden we al die zware mannen dat niet zingen. En dat was voor mij altijd slikwerk. Eén keer per jaar. En dat was dankzij de inzet van Jan van Altena. En daarom wil ik het geven. Oh.
Maar vergat één voornaam ding, een koek.
En daarmee sloeg die in flater. Laat op de avond kwam die pas thuis. En zei Mieke en zijn tong sloeg wel dubbel. Mieke pakte hem. Hij viel, het was kruis. En weet je, het gaf toen veel trubbel. Wat toen gebeurde, zeg ik liever maar niet. Maar één ding mag je wel weten. Dat Bart zijn kop een week of drie mirakels in het verband heeft gezeten. Bart pocht later, maar hij zei het niet hard. Er zijn vrouwen van twee soorten. Slechte en... Maar toen die Mieke, Bart, het is bedtijd, kom binnen, maak voort. Trouwen, dat zeg ik, is doorgaans heel goed. Als je niet gaat boven je krachten. Koeken en vrouwen zijn soms erg zoet. Maar van borrels moet je het zuur meer verwachten. Zijn maar mooi door Sinterklaas hè, aan de man gekomen. Ik kan het vergeten. Zij.